Dag moestuinvrienden, welkom bij een nieuwe aflevering alweer van Toms Moestuin 2015. Het is een stralende najaarsdag en vandaag wil ik het hebben over mijn winteruien en over mijn winterprei. Herinneren jullie 2 weken geleden de vorige aflevering waar ik plantuitjes in trays voorzaaide? Momenteel zie ik dat de uitjes opgekomen zijn. Ik zie een loof van tussen de 5 en de 15 centimeter. En ik ga ze eens van dichtbij bekijken om te zien wat er juist mee gebeurd is. Ik ga de poezenbescherming wegdoen en met één tray tot bij jullie komen. Zo, dat is de tray die ik 2 weken geleden daar gezet heb. Ik heb hem nog niet van plaats veranderd. Wat ik wel gedaan heb, is om de 3 dagen, gezien hij in een kas of een serre staat, wat water gegeven. En wat zien we? Bij de meeste is er loof opgekomen. Voordeel van in trays te gaan voorplanten is eigenlijk ook dat je bijvoorbeeld de zwakke broertjes, die geen wortelsysteem aanmaken, er eigenlijk nog kunt afhalen. Wat we wel kunnen doen, en dat is zeer gemakkelijk, door de doorworteling in de cellen kunnen we eigenlijk de uien, hop, en ik ga even dichter komen, volledig uit de grond gaan halen. En zo, je ziet, ze hebben al een heel mooi wortelsysteem ontwikkeld. Die steken we straks in de grond, effen met de grond, dus we gaan ze niet dieper gaan steken. Effen met de grond, waardoor dat de vogels ze eigenlijk bijna niet meer kunnen uitpikken. Bovendien zal ik een insectengaas over de uien gaan spannen, zodanig dat ook insecten geen kans krijgen. Hopelijk heb ik in mei volgend jaar mijn eerste lekkere dikke ui. Ziezo, we zijn in de grote moestuin aanbeland. Ik heb een klein stukje grond bewerkt van 1,20 meter op 2 meter. En daar ga ik nu eerst wat goed geteerde compost op inwerken. Het zwarte goud van de moestuin. En zoals u hoort, ik heb een hulpvaardige vrouw die mij wil helpen om het op mijn plekje te gaan plaatsen. Zo, de compost is ter plaatse. Ik ga deze met een hark verspreiden en lichtjes inwerken. Compost is goed voor voeding, maar vooral ook voor structuur van de grond. Zo. Door het harken wordt het automatisch een beetje ingewerkt. Zo. En dan ben ik stilaan klaar om mijn plantgaatjes te gaan maken. Ik zal het proberen met een preiplanter of een preipootstok. Ik weet niet hoe je het noemt. Ik heb er tussen de rijen 20 centimeter nodig en tussen de planten 10 centimeter. Dus ik ga hier al een aantal banen maken. 20 centimeter doe ik een beetje op het zicht. Op de duur weet je wel de afstanden een beetje van buiten. Ik heb een goede 100 planten. Dus als ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 12 heb, dan kom ik nog iets te weinig uit. Dan zal ik hier nog voorbij de witte kool een rijtje bijmaken. Zo. Ik ga de klus vervolledigen en dan zie ik ze straks terug om de uitjes te gaan planten.
enorm veel gaatjes hier gemaakt in mijn grond. En nu ga ik de uitjes één voor één uit hun tray halen. Zo. En in de gaatjes stoppen. Ik hoop dat mijn lieftallige echtgenoot een handje komt toesteken. Ze hoort mij niet, want ik praat door deze microfoon. Kom je een beetje helpen? Zo. Dus we moeten enkel maar het uitje omhoog trekken. Een beetje aanduwen. Recht tegenover. Of even met de grond. En door het wortelgestel kun je ze er zo uitnemen. Eigenlijk is het kinderspel. In een mum van tijd hebben we 110 dikke uien voor volgend jaar. Zo, de gaten zijn eigenlijk perfect gemaakt om ze tot aan de oppervlakte te maken. Deze trays zijn verkrijgbaar in de webwinkel. Ik zal niet te veel reclame proberen te maken, maar ze komen mij wel heel goed uit, omdat ik nu weet dat de gaten in de trays eigenlijk de dikte hebben van mijn pootstok. Dus ik kan in de toekomst veel sneller gaan planten. Zo zal ik dit in de toekomst bijvoorbeeld ook proberen met sla en dergelijke bieten die ik voorzaai en dergelijke meer. En hopelijk komen we tot eenzelfde positief resultaat. Moestuinvrienden, zo zie je, we hebben hier 100 uien geplant die in mei hopelijk dik veel eten zullen opleveren. Je ziet dat ik er net boven gespannen heb. Dit is om de uivlieg tegen te houden. Die is laat op het jaar met een Indian Summer, zoals we die een beetje hebben, nog actief. En om te tonen hoe belangrijk het insectenhaas is, neem ik je even mee naar mijn winterprei. Ja, ik ben hier al aangekomen aan mijn winterprei. En zoals je kunt zien heb ik hier geen net voorzien. Ik had het net nodig om mijn braamstruiken te beschermen tegen de vogels. En ik dacht, we zijn dan wat later op het jaar, mijn prei zal er wel doorkomen. Maar je ziet al duidelijk aan het loof van mijn prei dat er iets de wortels aan het aantasten is. Dus ik vrees dat er al een preimot of een preivlieg zijn werk gedaan heeft. En dat ik helaas prei zal moeten kopen deze winter. Wat mij eigenlijk niet zo gunstig gezind maakt, maar goed. In ieder geval, volgend jaar zeker insectenhaas, want het is zo jammer dat er zoveel tijd verloren gaat. Goed, dit was alweer een aflevering van Toms Moestuin. Ga naar de Facebookpagina Moestuinweetjes, like die pagina, maak je lid van de Facebookgroep Moestuin en vergeet zeker niet af en toe www.moestuinweetjes.com te checken voor meer informatie over de moestuin. Hopelijk ben je er volgende keer weer bij. Ik was Tom, tot de volgende keer. Bye!